21 september. En we zijn van plan om 4 dagen in Friesland te gaan beleven. Voor mij totaal onbekend. Ik ben er ooit geweest en dat is ongeveer 50 jaar geleden. En dat was alleen maar op een station in Leeuwarden. Dus dat mag je niet weten. Ik ga het zien. We gaan 4 leuke dagen doen. We gaan naar de IJzer gaan, naar Jopie Huisman. Boerderij gaan we ons verblijven. En we gaan wel zien wat het wordt. Ik denk dat het leuk wordt. Hartstikke leuk. Langs het standbeeld. Die gaat de platen in. Dan moet hij dit kleine stukje moet hij opschuiven en dat doet hij dus in de laatste uurtjes.
Nou, dit is eigenlijk de plien van nu. Want waar zijn we? We hadden het ook al een beetje verklapt met de foto. En we zijn in het grote Friesland. Chris, wat gaan we doen? Of wat hebben we al gedaan? Oh, we zijn in Franeker geweest. Ja. Bij het planetarium van IJzer-IJzerga. Ja. Super, super mooi. Waarvan foto's? Ja, heel veel foto's. Ja, oké. Ja. En nu zijn we dan in het Germanpark. In het, ja, je moet hier wel een woordenboek meenemen, want verstaan doe je het niet. Net riep iemand iets naar me, ik weet nog niet wat hij zei, maar vermoedelijk was dat gedag. En voor de rest is het hier heel erg rustig. Mensen zeggen heel de dag gedag tegen je, daar moet je wel even alert op zijn, dat je niet gewoon zomaar voorbij loopt. Maar het is eigenlijk wel lekker en we zijn er weer eens uit sinds januari, hoor. Maart, zie je? Ik maak er een langere tijd van, maar goed. Nou, we gaan van ons laten horen hier in dit, ik zal eventjes nog een omgeving wat laten zien. We gaan nu naar de Waddenzee. Oh, ik hoor dat we daar naar de Waddenzee gaan. Ik zie nog helemaal geen water, dus dat kan nog wel even een tijdje duren dat ik er ben. Maar voorlopig is dit het uitzicht wat we nu hebben. We laten weer van ons horen. Luidjes! Een landschap laten zien. We beginnen hier bij het waar ze verderop aan het werk zijn. Wat ze oogsten weet ik niet. Dan draai ik in het rond. Zo, daar komen we onze fietsen tegen en daar staat mijn lieve schat. En hier zijn we bij de Waddenzee. Het is kennelijk hoog water. We zien wel veel vogels, maar geen zeehondjes. Nou, en hier neemt Henk de tekst weer over. Wat we dan zien is inderdaad, je zou het eigenlijk een eiland verwachten, maar kennelijk zitten die dingen zo ver weg dat je die gewoon even niet ziet of het is een beetje heilig of wat het ook allemaal doet. In ieder geval, het lijnenspel hier daartegen wat je aan het land ziet, de schaapjes en alle andere dingen, die zijn erg mooi. Super. Dus ik sta in ieder geval te genieten, want ik spreek ik alleen maar voor mezelf, maar ik denk dat we gewoon kunnen zeggen we, want het is hier echt heel erg leuk. En warm. En gezellig. En vogels. En geen zeehonden. En die had ik ook eigenlijk wel gezien hier. Maar ja, dan gaan we ze gewoon opzoeken binnenkort. We zitten hier bij Pieter Dingen in de buurt, dus dat moet lang. Henk gaat schapen fluisteren. Hij is gewend met paarden te fluisteren. Met puma's, met katten en nu fluistert die schapen. Heel gezellig.
je kan het misschien niet zien, maar wij zullen het dan toch maar even vertellen. Vandaag zijn we in Workum geweest en daar hebben we een heel leuk museum gehad van Jopie Huisman. Het is een volle man die waanzinnig goed kon schilderen en dat was erg leuk. En daarna zijn we naar Hinderlopen, eigenlijk is dat Hinder fietsen, Hinderlopen gegaan. Om gewoon hier een beetje rond te zwerven zo bij het IJsselmeer. Maar daar zitten we nou bij, dat kan je niet zien, maar daar zitten we wel. En achter ons zie je dan een oud kerkje en daar is het museum bij. En daar zijn ook geweldig leuke dingen om te zien. Het is niet al te groot, maar het is groot genoeg. Dus je weet hoe die mensen in de middeleeuwen hier geleefd hebben. Dan, dat was een beetje net als Stevens, zo ongeveer. Hele strenge regels. Zo moet je je kleding aan en dat moet je doen. En in de zomers moet je zo hier lopen en in de herfst moet je daarheen. Dat waren allemaal regels die al helemaal vast lagen voor je leven. En dus als iemand doodging, moest je dat blauwe kleedje aan. En, in ieder geval, het was wel apart om te zien. Het was heel erg leuk. En we gaan dadelijk weer verder. En dan fietsen we weer nog een rondje richting Workum. En dan gaan we weer terug met de auto naar Bed & Breakfast. Daar zullen we dadelijk ook een fotootje van laten zien. Maar dat we het nou zin hebben, dat is duidelijk. Dan zijn we nu in het boerenlandschap, in een of ander raar fietspadje. En dan ineens, even lekker is. Nou, vandaag zijn we dan onderweg naar Leeuwarden. En zoals je kunt zien is dat toch 4 kilometer. We zijn vandaag door een aantal weilanden heen gefietst. Dat was erg leuk. Zoals je kunt zien, zie je niks. Je ziet eigenlijk heel veel, want je kan heel ver kijken. En het is wat minder mooi weer vandaag, maar tot nu toe is het nog steeds droog. Ze hadden ons regen beloofd, maar die komt niet. En we hebben nu zelfs een zonnetje. En we zijn nu bij knooppunt 52, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Maar je ziet hier die bruine vlek daar links van die vinger van Chris. En dat is dan Leeuwarden. En dat is dat we vandaag gaan doen. En dan gaan we een toren in, een gevangenis in, het oude stadje in. En we gaan nog veel meer leuke dingen doen. We hebben al 2 dagen, je kan het niet zo goed zien, hè. Maar kijk, hier is een zakje met brood bij ons. Want wij zijn eendenliefhebbers. Nou, dat is heel raar. Eenden hebben ze hier niet. Ze hebben hier van alles. Ze hebben hier kievieten. Ze hebben hier reigers. Wat hebben ze nog meer hier? Een verdwaalde zwaan. Meeuwen hebben we gezien. Maar eenden, nop. Dus we zitten al 3 dagen, dus ik denk dat ik er mezelf aan het brood ga beginnen. Nou, lui, dit was weer ons babbeltje vanuit Friesland. En dan morgen nog een dag. En dan daarna gaan we weer naar huis. Maar zover zijn we nog niet, want we gaan eerst Leeuwarden. Aju! Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik niet een trap in een of andere toren niet film. Dat kan natuurlijk niet. Want deze is heel raar. Want nu loop ik naar links en dadelijk zwieber ik naar rechts. Want niet alleen Pisa,
Ook in Leeuwarden hebben ze een scheve toren. Kees, wat hebben we gedaan? Een toren heb ik nog, een toren heb ik gewoon onderhouden. En toen? Staan hier onder de klokken. Ja. En jammer genoeg luiden ze niet op dit moment. Nee, dat hebben ze net gedaan. Ja, dat hebben ze net gedaan. Dus dat doen ze nu niet. Ja. En wat mij gaat, nou is ook wel stil blijven. Ja. Want we staan in een ruimte die zorgt voor een hoop herrie. Ja. Nou. Weet je nog, in Italië. Ja, ik weet het nog genoeg in Italië. Ja. Oké, okay, dan gaan we weer verder. Ja. Doe maar een onsje. Ja, oké. Okay. Okay. Ja? Ja hoor, helemaal goed. Oké. Okay. Ja, nog een roze erbij. Ja, een roze erbij is ook lekker. Ja, is ook lekker. Ja, dankjewel. Nou, en dan uiteindelijk na 3 dagen fietsen zijn we in Eesbrechten. Dat moet je echt opzoeken, want het is zo klein dat het Scheldeplof nog te groot is voor dit dorp. En dan hebben we de Epema-staten, daar zijn we ook toevallig tegenaan gelopen. Dan vinden we hier 50 eenden of zo. Dus ik denk dat die eenden, deze eenden, die hebben wel een boterham verdiend, denk ik. En zegt hij, eindelijk kan ik nou eens beter die stappen wat ik gooi. Want sommige ganzen doen dat namelijk helemaal niet. Vandaag zijn we dan in Sneek aangeland. We zijn daarheen gefietst vanuit een heel klein dorpje. Ik weet de naam al niet meer, maar het is ook niet uit te spreken, dus dat plakt ook verder niet uit. En dan zijn we uiteindelijk in het oude centrum van Sneek aangekomen. En dan hebben we hier achter ons 1 van de 11 beelden van de 11 stedentocht. We gaan ze niet allemaal laten zien. Toen moeten we hier 14 dagen zijn. En hier hebben we dan verder in de gracht aan de andere kant. En dat is echt heel mooi.
hebben we de waterpoort. Ik zeg het niet dat je even keert, maar dat zal wel goed in de poort. Dan gaan we nog wel wat foto's maken. We gaan nog naar het scheepvaartmuseum. We gaan nog naar de boterdrabbelkoekfabriek. Dat is een leuke vervalligje. En we gaan nog wat een beetje rondzwerven. En als het ook een beetje mee zit, dan doen we ook nog Bolsward aan, want dat zit hier ook niet al te ver vandaan. Vandaag een mooie dag weer met een hoop mooie zon en wat wind. Nou, dan zou ik zeggen, tot de volgende reis dan maar weer.